Hey hallo, Giel hier en leuk dat je hem checkt, deze nieuwe koekoeroe, een gesprek met uh, Afke Reinga. Zij was ooit partygirl met haar toenmalige vriend Misha Klein, ging de hele wereld over, maar op een gegeven moment was het genoeg voor haar. Die leefstijl, die relatie ook en vervolgens ging ze heel classic naar Bali, daar werd ze yoga teacher, wat ze nu nog steeds is. En uh, recent, nou, ook alweer een paar jaar, is ze met haar huidige partner Sjoerd helemaal into tantra en zoals je weet, vind ik dat ook fascinerend. En ik zeg er nog maar even bij: voordat je gelijk denkt, er is niks voorbij. Tantra staat voor, ik heb het even op Wikipedia opgezocht: geestelijke verruiming en bevrijding. Dat is wat het is. En dat sluit helemaal aan bij Koekeroe. Dat sluit ook helemaal aan bij uh, Tijdloos. De spirituele camping waar ik afgelopen zomer was. Helemaal in het teken van zelfontwikkeling en spiritualiteit. En nou, daar maak ik waanzinnige dingen mee. Uh, waaronder? Uh, nou, echt. Nou ja, laat ik je gelijk maar bedanken, Afke. Mm. Ja, ik moet je echt ontzettend vanuit de grond van mijn hart bedanken. Want ja. ik heb uh, met jou en Sjoerd uh, een, een tantra-workshop gevolgd. Nou, ik vond het uh, heel uh, intens. Mm. Ja. <laughs> ja, ik heb geen idee of jij dat realiseert. Want ik sprak vanmiddag nog met de dame met wie ik een oefening heb gedaan. Ja, het is moeilijk uit te leggen als je geen beeld hebt. Maar, nee, misschien kan jij het beter doen. Ja, we uh, deden een oefening. Tenminste, ik denk dat je het over die oefening hebt. Ja. Dat je tegenover elkaar staat, ongeveer twee, drie, me drie meter van elkaar af. Ja. En de, eentje, de ene aan de ene kant gaat vragen aan de andere om dichterbij te komen. Precies. Met een handgebaar. Dat doe je echt heel voorzichtig. En degene die dichterbij komt, staat eigenlijk even in dienst voor het gevoel van de ander. Ja. Dus je gaat echt even van een ruime afstand, ga je stap voor stap voelen hoe het is als iemand dichterbij je komt. En af en toe kan je degene even stoppen of even zelfs een, beetje een stukje terug. Ja, maar het stomme is, als je het nu, als je het nu omschrijft, dan denk ik, ja, wat is, wat is er spannend aan? Want het voelt gewoon als heel erg, ja, kom naar me toe, oh nee, stop. Ah. Uh, maar het is zo intens. Waarom is, waarom is het zo intens? Het is zo ontzettend krachtig. Ja. Zelfs toen ik hem uitlegde, gisteren, ja. was ik bijna, ik moet meteen weer huilen. Ik denk van, oh, stop. En jij deed het nog met je partner, weet je wel? Ja. Met iemand ja, ja, ja. die je goed kent. Ja, ja, maar hoe vaak gaan we echt voelen voordat we met iemand in gesprek of in verbinding gaan? Ja. Gaan we echt voelen van, oh, hoe voelt het eigenlijk als die persoon dichterbij? Ja, komt? ja, daarom is het zo heftig inderdaad. Ja. Maar betekent dat dat we zo weinig voelen dat we zo slecht daarin zijn eigenlijk? Ik denk juist ja, dat, dat we heel veel ja voelen. Ik denk precies. Ja. Nee, da ja, ja. Ja, inderdaad, ja, ja, ja. dat we allemaal eigenlijk uh, hoog sensitief zijn, ergens of in ieder geval heel sensitief. Alleen we, we, we spelen er niet mee of zo. Nee, en om te Soort van te functioneren in de maatschappij is natuurlijk super onhandig als je in de trein zit en je loopt door een gangetje. Als je continu met iedereen gaat, ja, 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 ja. dus je kan je natuurlijk ook een beetje afsluiten, ja. En dan, dan kan je heel uh, en, maar, maar is dat, uh, is dat goed? Is dat, is dat is dat nodig? Nou ja, ik vind het juist heel fijn als iedereen zich kwetsbaar en gevoelig ja op mag stellen. Want dan ga je echt voelen... Is dit, is dit fijn voor mij? Voelt dit goed? Wil ik dit wel? En dan even wachten. Misschien heb je gewoon even rust... of een pauze nodig... Ja. om te voelen van... oké, okay. hey, ja. ja. En dan, dan, dan iemand weer afwijzen en terugsturen. Mm. Dat doet ook weer wat mee Nee, ja. ja. Maar even... Te, misschien is het gelijk veel te diep en een mm. te moeilijke vraag. En, maar <laughs> hoe... Wat, ja, ik, ik zit gewoon te bedenken... waarom hebben wij dat mechanisme ontwikkeld... dat we... Oh. Ja, dat we daar toch een soort schilletje om hebben of zo. Of dat we toch gewoon, omdat het inderdaad makkelijker is om, dat, om minder in verbinding te staan. Ja, en ik denk dat het misschien heel vaak, zelfs op hele jonge leeftijd, ja, al is, is over overschrijd. Dus dat er mensen over jouw grenzen zijn heen gegaan. Het kan zelfs een, een, een tante zijn die je per se wil vasthouden en knuffelen. Misschien had je daar als kind even helemaal geen zin in. Ja, ja. Maar wist je dat nog niet? Of dat, ja... Dus het is het bekende verhaal, we, de, de, we zijn uh, ergens tot ons zevende zijn we hierin, uh, hebben we iets meegemaakt en daardoor hmm. is het aangetast. Dat zou kunnen, ja. ja, ja, ja. In ieder geval, aangetast is misschien een, uh, ja. een, in ieder geval is er een mogelijkheid om weer die gevoeligheid weer te voelen en de kwetsbaarheid. En vanuit daar weer te verbinden met, met, met je vrienden, met je partner, ja. met de mensen om je heen en zelfs met je familie en dat is echt... Wauw. Ja, echt ja, zo... dat Geloof ik ja. ja. Uh, eigenlijk beginnen we toch wel weer gelijk over Tantra, wat goed is. Want dat was de workshop en een beetje mijn. Uh, nou ja, de, de, ik wil die ervoor bedanken. Ja. First things first, want uh, dat is uh, misschien uh. toch wel goed om um, uit te leggen. Of nou ja, misschien heeft iedereen een andere definitie ervan. Maar wat is, wat is Tantra? Ah ja. Tantra is eigenlijk een eigenlijk, uh, combinatie van twee woorden. Ja. Yeah. En het eerste woord, tan, betekent ah, expansie, verruimen. Yeah. Yeah. En de tra betekent bevrijding. Dus het is eigenlijk in, in verruiming bevrijden. En voor mij uh, ja, voelt dat ook heel erg als een, eigenlijk een soort diepe ontspanning in het mogen zijn. Yeah. Het mogen voelen, het mogen waarnemen, het mogen. Ah, het wonder van de wereld mogen, mogen omarmen, mogen zien. En dat gaat van ontspanning, maar soms natuurlijk ook weer spanning. He, want net zoals we die oefening gedaan ja, ja, ja. hebben, dan op een gegeven moment komt iemand dichterbij, en dan voel je spanning. En soms kan je daar weer even in, in dan vraag je die ander om even te wachten, tot je, dat je daarin ontspannen bent. En dan kan je die ander misschien iets dichterbij laten komen. Dus eigenlijk gaat de hele tijd om, om te, ja. Precies, dat, dat, dat duale, de alle ja. twee. Ja, 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 ja. En hoe komt het dan, ik weet niet of jij dat weet, maar hoe komt het dan dat, nou ja, als je een willekeurige Nederlander waarschijnlijk een gewoon dat 9 op de 10 mensen, denk ik, toch bij Tantra uh, gelijk aan seks denkt? Ja, omdat die seksuele energie is je levenskracht, is ja. je lijfers, is je creatieve kracht. Ja. En die is ook waarschijnlijk vaak in een Westerse en in uh, veel delen van de wereld, is die gewoon een beetje afge... Afgeknipt, afgemat. Ja, precies. Dus, dus dat is. weer in je krachten mogen komen. En die ja, ja, ja. seksuele kracht is daar een onderdeel van. Ja. dus ja. Dus het is logisch dat dat. inderdaad een beetje de aandacht heeft gekregen. Ja, ja. ja Oké, okay, laten ja. la we wel komen ja. hier zeker op terug. Maar ik, ik wil eerst gewoon even. want er zijn ook allemaal mensen die. Nou ja, dat, dat vind ik wel echt leuk om hier te zien. Ik denk dat hier echt nog wel veel mensen rondlopen. die uh, jou kennen als actrice. Mm. als. als... Oh. Ja, denk je niet? Dat weet ik eigenlijk helemaal ja, niet. Nou ja. ja, misschien is het echt jeugdsentiment ja. voor mij was naar de kloten. Het was echt mijn film, omdat ik was helemaal van de house. En, mm. uh... Nee, daar ja, nou, nooit van gehoord. Ja. Nee, dat... nee, 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 dat begrijp ik. Nee, 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 Maar onderweg naar morgen, de soap heb je er wel eens van gehoord. Is ah. dus dat zijn, ja. Nee, nee, dat zijn... ik bedoel te zeggen, nee, joh, er, er zijn natuurlijk goed. ook heel veel mensen en ook jongere mensen, die zullen het allemaal niet kennen. <laughs> maar nou ja, dat, dat vind ik wel grappig. Is het iets... Maar is, is het nog een dagelijks ding in jouw leven? Uh, nee, eigenlijk totaal niet. Totaal niet zelf. Totaal niet. Okay. Uh, eigenlijk ben ik van het een weer het andere ingesprongen, yeah, yeah, van het ander weer door. Nee, maar ik bedoel te zeggen, komt het nog regelmatig voor dat mensen daar toch? Of denken, hé, hey, ja, ik ken jou ergens van? Of dat ja, shit. Heel soms in Ibiza, als ik uitga, als mensen naar de kloten zijn. Ja, dan denk ik van, oh, oh ja. Oh ja. Oh ja. En ik heb uh, in de tijd ook heel veel, uh, ik speelde een lesbische dokter in, ja. uh, onder, onderweg. Dus ik kreeg ook heel veel liefdesbrieven van, van oh, hele jonge meisjes. Oh, wat dat top. was ook echt heel, heel bijzonder. Ja. Nou, het is dan zeker voor de mensen die het niet kennen. Het is ook nog echt een mm. waanzinnig mooi verhaal. Want jij speelde naar de kloten. Ja. En daar was een film. Was dat Tom Hofman? Ja, dat was die ja. guy met die bontjas en ja. zo, hè? En dat was. Nou ja, ik heb dat nooit zo ervaren. Althans, voor mij was het gewoon een film over het partyleven van Amsterdam. Of uh, ja. Uh, hè, met de DJ's en zo. Door die. Maar die, die gast was geïnspireerd. Ja. is crazy, ja, toch? Ja, totaal. En dat hoorde ik ook pas later. Ja, die gast was geïnspireerd ja. op een, een. Nou ja, een flamboyant uh, gast uit het zakenleven, Misha Klein. En door, dat denk ik dan wel eigenlijk, dat jij door die film natuurlijk ook veel meer in die scene kwam. Hij wist zelf niet dat die rol op hem geschreven was. Oh nee, oké. Okay. Heeft hij zich nooit, ik hoorde het pas veel later van de regisseur van Ian Kerkhoff, die zei van, wist je dat ja. die rol op Misha is geschreven? En later ontmoette ik Misha. Ja. En, uh, ja. Ja, nou ja, en later ging ik zelf ook even naar de kloten, maar dat. Ja, ja. Rijden. <laughs> ja, want jij kreeg een relatie ja. met hem. Dat was, uh, dat was toch wel echt grappig. Oké, okay, heel klein stukje. En dan ja. gaan we, uh, dan is dit weer een. Uh... Ja, ja. En, maar in onderweg naar morgen in de soap. merkte ik ook dat heel veel acteurs die een rol speelden. als ze heel veel ruzie in de rol hadden. Ja. kregen ze thuis ook ruzie. Alright. Dus het leek wel alsof. Dingen als je iets speelt, ja, 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 alsof maar... dat ook soort van doorgaat. Het sluit ja. natuurlijk wel heel erg goed aan op bij waarom visualiseren ook zo werkt en zo. Ja. Omdat je gedachten natuurlijk niet weten wanneer iets echt is of niet. Nee, dus, waarschijnlijk... dus als je heel lang in een, oh god, ik heb echt en... te doen met elke acteur. Ja, en dat is, nou ja, misschien heeft dat ook weer met zijn gevoeligheid te maken, maar bij de Onderweg naar Morgen was het gewoon opvallend hoe vaak de mensen ook in het drama van hun drama ja. op, op toneel kwamen. En ik ben zelf, ik heb uh, uh, ook later ook een keer een relatie met een vrouw gehad. Ik weet niet of dat door mijn lesbische dokter lotus nee, ja. rol kwam of dat het door mijn <laughs> andere <laughs> seksuele oh, wow. bevrijding was. Dus, ja. Uh, ja. Oké. Okay. Dus uh, ja. Nou ja, met Misha heb je een, een, een fabuleuze tijd gehad. Hoe, hoe, hoe zou je dat in een paar zinnen mm, kunnen omschrijven? Wauw. Wow. Ja. <laughs> <laughs> ja. We hebben gesurfd, gevlogen over. Ja door het leven yeah. echt, echt zo groot en een soort glamorous rock and roll leven van New York naar Hongkong, naar yeah. Paf en overal maakten we feesten en events en kunstgalerie's en zetten we de stad op zijn kop yeah. letterlijk op zijn kop yeah. dus het was uh, ja voor mij was het ook een soort magie en ook um, ja 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 maar wat dat vind ik wel leuk, dat merk je dan toch vaak dat in de persoonlijke reis, in de spirituele reis, dan komt er toch zo'n moment. Nou ja, ik zeg bij de introductie al, dat kwam bij mezelf een beetje. Ik heb met Tijn gesproken, hè, die, 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 die zelf ook helemaal gewoon op zijn top zat mm -hmm. met zijn carrière. En, en ergens is dat bij jou niet anders geweest. Dat je, je had het allemaal fucking goed voor ja. elkaar, mm -hmm. Pantanera nou, wat je zegt feesten al over de place en zo. En op een gegeven moment voelde dat toch niet fijn. Op een gegeven moment voelde ik me echt opgesloten in een kasteel van goud. Ja, precies. Wauw. Met ja. Ja. En nou, we aan dat de is dat hadden ja, het is echt Nee, dat vind ik mooi, want dus, dus ja. het is goud, maar in een kasteel, maar je voelt je er ja. niet fijn. En en, en ja. maar kan je dat kan je dat nog terughalen waarom dat? Want dat ja, ik denk dat veel mensen denken ja, laat mij in een gouden kasteel wonen. Hmm. Uh, ja, maar niet met gouden tralies. Nee, precies. <laughs> maar. maar nee, Oké, okay, nee, ja, begrijp ik. Nee, ik zo, begrijp... Het voelde echt een. Uh, ja. Maar wat, 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 wat. Een soort gouden gevangenis. Een gouden gevangenis was het. Ja. Ja. Maar wat was het, was het gevangen eraan? Het was niet zo. Tenminste, dat weet ik niet. Hmm. Maar het was niet zo. Dat Misha je vastbond uh, aan een touw? Nou, in ieder geval niet. Uh... <laughs> nou, tenminste, ik, ik hoef de details ook eigenlijk niet te weten. Maar, just... <laughs> nee. <laughs> maar nee. Ik bedoel, het, het zat ook een beetje uh, in je hoofd, denk ik. Ja, gewoon... Totaal, totaal zat het in mijn hoofd. Ik zat vast in. in uh, misschien ook wel in, in. In mijn eigen imago. In mijn eigen Precies. rol. Precies. Die. Uh, uh, die ik op een gegeven moment was geworden en ja. waar ook een soort verwachtingspatroon van de wereld ja. en op het moment dat ik dat van me af deed en iets anders deed dan dus dus ik wilde gewoon die hele jas ja. alles uit uitdoen ja. alles al die lagen van 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 wauw, ja. onzin ja. en dan denk ik nog dat ik toch vrij dicht bij mezelf kon blijven maar het is best moeilijk ook denk ik voor jou best moeilijk als je zo in de schijnwerper staat en mensen willen continu Wille willen wat van je en iedereen ja, is ja. aardig. Zijn maar, of ze mensen zijn. Het is, het is een nee, soort, is een je soort je zit is... vast in een, in een, in een, fake, in een illusie. Uh, ja. En op een gegeven moment wordt die illusie zo. Ja. Ja. En... ja. Terwijl, maar ik vind het opvallend, omdat je ergens van een afstand zou kunnen denken. dat jij juist wel in een hele vrije wereld zat. Mm -hmm. en, en, ja. Uh, maar goed, ja. En dat is ook waar. Ja. ja. Want uh, we waren ook heel vrij en dus dan toch. Ja. Kan dat gebeuren? En ik denk ook wel dat we. Op een gegeven moment gingen we ook best wel los met, uh, met drugs. En ik ja. denk dat drugs echt een killer is. En uh, ja. cocaïne echt een killer voor, voor, voor je zijn. Ja, voor, ja, ja. Voor, je, voor alles. Voor ja, je ziel, ja, ja. voor je hart. Het ja. is echt gewoon een. Ja. Oké. Okay. Alcohol is nooit echt mijn ding geweest. Maar dat. Ja, want natuurlijk eerst echt zaten we op de golf van ecstasy. Ja. We hadden ook echt het gevoel, oh, ecstasy gaat de wereld veranderen. Dit is therapie voor de wereld. Dit maakt iedereen zijn hart open. Ja, ja, ja. ja dus, en dat en is heel dat, erg love. Ja, en ja, ja, nog ja. steeds zijn er therapieën door psychiaters die met ecstasy gedaan ja, ja, ja. worden. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, dat is op zich ja. een prachtige manier. En uiteindelijk, ja... Oké, okay, maar het werd kook en toen werd het dan wat grimmiger, begrijp ik. Ja, kook wordt grimmig en kook werd duister. En Michan zijn werk werd ook steeds duister. Ja, ja, ja. Duisterder, steeds ja. donkerder, steeds ja. zwarter. En ik, uh, ik kon het niet meer aan. Nee. Dus ik ben uh, weggegaan. Gewoon, op, was er nog een bepaald moment uh, dat, gewoon echt, dat je echt dacht dat het echt de lowest level was? Um, ja, het was eigenlijk ook de discussie over zijn werk, dat zijn werk zwarter en donkerder werd. En ik hielp hem natuurlijk altijd met het produceren en het neerzetten. En ik kon het, uh, ik, ik nee, ja, ik kon, ik kon het niet gewoon meer. niet meer. Nee. Het was gewoon niet mijn, nee. dus het, uh, ja. Oké, okay. ja. en dan, nou ja, oké, okay. dus, dus, dus oké, okay. jij, jij ah. zet er een punt achter of wat, wat, wat ging je doen toen? Hè? Ik ben gaan wereldreizen. Ik ja. ben uh, een rugzak gepakt en ik ben naar de, Noord uh, naar de Zuidpool gegaan. Wauw. In eentje? <laughs> nee, met een vriend die vroeg of ik mee naar Argentinië oh, wilde. Dat ik kwam zei: zo nou, ik ga mee oké. als ik naar. Okay. Dus ik ben eigenlijk gaan nomaden. Toen een tijd in Thailand, in Bali gewoond. Ja. In Bali dacht ik: van, oké, okay, ik, ik ga me hier vestigen. Ja. Dus ik ben daar allemaal dingen eigenlijk gaan opstarten. En op een gegeven moment ben ik toch weer in Nederland gekomen. Ja. Want ja. in Bali. Denk ik dan, daar ja. ontstond ook de liefde voor yoga? Of was dat iets wat al lang op je pad was? Ah, liefde voor yoga was echt al ja, nee, okay. sinds mijn vijftiende of zo. Ja, ja oké, okay, ja. Cool. Ja. Ja. Maar het is wel altijd een liefde geweest dat als ik uh, uh, mezelf even kwijt was, dan ging ik altijd naar de yogaschool. Ja. En mijn leraar zei dan altijd, oh darling, welcome back home. Oh. En lag ik op de grond en moest ik alleen maar huilen. Ja, ja, ja. ja het, echt dat, poef, dat was mijn... Ja, het moment dat ik alweer ja. naar mijn kwetsbaarheid kon gaan. Precies. Ja. En ergens dus ook jouw ja, wederopstanding of wat ik voor het wil zeggen. Ja. Maar in ieder geval. Uh, en, en, en maar ging dat zeg maar van nature? Of was het gewoon vanaf het moment dat je uh, hè, uit Nederland wegging? En neem ik aan dus ook de drugs achterliet. En gewoon weer eventjes nou ja, ging waaien, zeg maar kwam je toen alweer tot jezelf of moest je nog heel erg ook wel ah. dingen lezen of, of leraren wat hoe ja. is dat gegaan ja ik uh, uh, eigenlijk is mijn leraar ayahuasca geweest dus ik ben uh, eigenlijk heel veel tot, uh, ja <laughs> ja nou ja ik zei ik zou het geen drug willen noemen maar het, uh, voor mensen zullen, zal het zo lijken maar ik snap wel nou ja echt voor mij is het echt plantmedicijn. Ja, dat is wat het is ja ja ja, ja. Uh, en dat heb je uh, op die trip gedaan naar Argentinië ben je naar ja, of zo, Nee, of dat? dat heb ik uh, in Ibiza gedaan. Oh, oké, okay, ja, uh, okay. ja. ja, ja. ja met, En uh, toen voelde je gewoon in één keer weer hoe de wereld in elkaar zat. Nou, daar ben ik eigenlijk heel erg aan het werk gedaan, gaan tijdens de sessies. Mijn liefde, mijn verdriet, want ik was ook heel verdrietig. Ja, ja, ja. Want ik, um, de liefde die wij ooit hadden, ja. die was er gewoon niet meer. Ja, ja. Maar ik ben nog steeds verliefd. Ik ben sowieso verliefd op de liefde. Ja. Maar nog steeds verliefd op de liefde die daar toen was. Ja, ja zo mooi was het. Dus, dus dat, Het was ook frustrerend ja. dat, hoezo is dat weg? Ja, dat dat ja, ja. niet meer was. Dus hè, dat hij zo veranderd was, dat ik misschien ook zo veranderd was. En dat dat wat er ooit was, dus het verdriet daarvan. En ik hoorde hem echt nog schreeuwen. En later heeft hij ook dus het hele huis bij elkaar continu geschreeuwd. En ik kon ja, ja. hem echt in Bali nog horen schreeuwen. Ah. Dat hij, ah, dus het was echt een... een ja. En nou, maar je, was, je zegt sessies. Je hebt echt meerdere sessies hier wel aangeweid, begrijp ik. Ja, en ik heb het echt. Uh, ja, schilletje voor schilletje. Ja, heel veel gehuild, heel veel geplaatst, heel veel geordend. Dus voor mij was dat echt een heel, heel mooi medicijn om ja. om. ja, want ik dacht ook van: ik, ik, dit verdriet of deze gebeurtenis of deze. Is te groot. Hier ga ik of mijn hele leven mee zitten of ik word heel bitter. Of ik ja, word... Dus ik dacht, hier moet ik mee aan de slag. Hier moet ik echt actief uh, uh, mee aan de slag ja, ja, om, ja. om de verandering te kunnen maken. Ja. En ja, dat is altijd denk ik heel lastig om in woorden uit te brengen. Maar uh, ja, wat was, wat was dan een beetje de les eigenlijk? Waardoor heb je het achter je kunnen laten en ben je uh, inderdaad gelukkig een heel vrolijk persoon ah. gebleven. <laughs> Eigenlijk ben ik altijd wel vrolijk geweest, ja. maar um, de les is om bij mezelf te blijven, bij mijn echte eigen ja. kwetsbaarheid, bij mijn eigen gevoel. En soms door, door de door mensen of door situaties is het makkelijk om, om daaruit te komen en mee te gaan en elke keer weer voelen. Ja, uh, de kerk had vroeger de zondag hadden ze een bezinningsdag. En eigenlijk is eigenlijk een moment van bezinning. Mm -hmm. Misschien geen kerkmoment, maar gewoon af en toe ja, denken van... Ja, ja. hé, hey, hoe gaat het met me? Hoe ja, gaat het? Ja, ja. En zeker als je in een sneltrein zit. Zeker als je op de surf aan het golven bent. Dat alles, alles hekies, het leven ja. je meeneemt. Ja, Wat lekker kan zijn natuurlijk. Super lekker, maar, maar uiteindelijk is mijn omslag ook geweest van... hé, hey, ik mag mijn eigen leven uitkiezen. Ja. In plaats van dat het leven mij uitkiest. Dat is... Ja. ja, mooi. <laughs> ja. Ja, ja, ja. Nou, dus mijn eigen weg vinden. En dat is wow. En ja. dat is toen uh, daarna, nou ja, daar zijn we allemaal nog steeds mee bezig, natuurlijk. Ja. ergens. Ah. Mooi hoor. Mm. En, en wat want ergens is, wat jij nu omschrijft, nou ja, dat ligt heel dicht aan tegen de definitie van tantra waar we mee begonnen. Ja, ja, ja. ja. En uiteindelijk denk ik dat ook zelfs uh, in de relatie. Dat we uh, altijd ook samen bezig waren. En, en nu ook weer. met Ja. Uh, yeah. Dat het ook gewoon één groot. Uh, zoek toch. Eigenlijk is zoek toch niet zo'n mooi woord. Maar eigenlijk één grote. Spel? Ja. Of, of uh, flow of stroming ja, ja, ja. Naar, naar uh, hoe kan ik mezelf nog meer bevrijden? Hoe kan ik nog eerlijker? Hoe kan ik nog meer naar mijn ja, eigen ja. waarheid leven? Wat. Ja. Dat is een continu proces, ja. zeg jij, dat houdt nooit ja. op. Nee, en ja. ik denk dat ik dat ook wel daarvoor ook wel deed. En dat, het op een gegeven moment, uh, dat ik daar op een gegeven moment in ben gestopt. En ja. dat is deels gekomen doordat het leven zo stroomde, dat ja. ik door de stroom werd meegenomen zonder ja. te voelen, van voelt dit nog goed? Wil ik dit wel? Ja. Gaat dit wel? Ja. Ja, dat is echt mooi gezegd. Ja. Dat begrijp ik heel goed, ja. En soms is het ook zo lekker als het leven je meeneemt. Als nee, dat alles is goed het. gaat, dat ja. je denkt van wow. En dan belt er iemand op en zegt, oh, kom je dit doen? Ja, te gek. Oh, kom je dat doen? Ja, ja. ja ik wil, ik wil, ja. ik wil, ik wil, ik wil. En op een gegeven moment dan, dan, ja, is het echt belangrijk om even te denken van, oh, stop, wil mm -hmm. ik dit wel echt? Is dit echt wel wat klopt? Ja. En dat is soms best moeilijk, ook zelfs als de, alle aanbiedingen zo leuk zijn. Ja. Mm -hmm. Dan stap er maar even uit. Jij bent er ook sure, even uit. Ja, ja, nee, begrijp ik. Dus daarom, nee, het is super herkenbaar. En, maar wat ik ja. bij jou heel mooi vind... Wat ik las is dat jij dus eigenlijk daarna terugkwam in Nederland weer. En onwijs mensen ging helpen gewoon. Ja, ja. Echte, het was ook familie, maar ook vrienden. En echt, echt uh. in de verzorging gewoon en zo. Ja, dat, dat, ja. Nou, ja ik kwam terug en... Um, ik had ook ineens geen geld meer. Nee. Uh, Michel en ik hadden alles samen, maar ik, was, uh, ik ben gewoon weggegaan. Dus yeah. hij is uh, naar, naar Bali verhuisd uiteindelijk. Dus ik was ineens van uh, miljonair, had ik ineens geen geld en dan had ik ook ja. nog een rechtszaak voor een restaurant wat ik ooit gehad had. En dan moest ik ineens allemaal dingen regelen. Dus eigenlijk alles wat ik nog had, heb ik verkocht om, dacht ik van oké, okay, hoppakee, oké, weg ermee. Ja. En toen kwam ik al mijn bankrekening van alles, alle, alles wat ik. Gaf uh, zeg maar alles gestopt zodat ik helemaal op nul kwam overal. En toen dacht ik van, oh ja, en nu moet ik aan de slag. Ja. Dus toen fietste ik door de stad en toen zag ik een bakker. Ik dacht van, oh ik kan ook bij de bakker werken. Ik had er wel ontzettend veel zin ja, in. Dus toen ben ik ook in de kroeg ja. van een vriend gaan werken. En kwam iedereen kwam iedereen gewoon aanzetten en, 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 en gewoon een praatje van. En iedereen had ook een bepaald verhaal over mij. En dat was super interessant ja. ook. En toen vroeg mijn tante, die vroeg van, oh wil je me helpen? Want haar vriendin, waarmee ze uh, uh, getrouwd was, die uh, had Alzheimer gekregen. Kan je me alsjeblieft helpen, want ik trek het niet meer alleen. Ik zeg, ja, is goed. Dus toen ben ik haar gaan helpen. En toen ben ik haar, uh, en ben eigenlijk mijn andere tante gaan, gaan wassen. En dan gaan, ach, dat was echt, ach, echt dat hele dunne, magere lichaam. En toen vroeg er een andere vriend in Amsterdam-Zuid. Die was manisch depressief. Die ben ik toen ook gaan helpen. Die stond ik ook onder de douche. Hoppakee onder de koude douche. Dat helpt altijd goed bij hem. Dan werd ja. je altijd weer. En toen kwam er iemand anders. In, in, ook in Amsterdam, in Amstelveen. Was een <laughs> vriendin weer van mijn tante. Die had een dochter. met, uh, Die was verstandelijk gehandicapt. Ja. En die kon het ook weer even niet aan. En die was precies zo even oud als ik. Die was ook 41 toen. En die ben ik ook gaan helpen. En ineens was ik ineens in een van een heel glamourous ja, leven van partygirl naar moeder ja, teresa ja, ja, ja en het voelde heel ontzettend goed het was ja. ontzettend dankbaar en ik had ook iets van wow en toen kreeg ik ook van iedereen geld voor het, voor het helpen. En het helpen zeggen ja, dat hoeft helemaal niet maar toch oh ja dat... ik moet natuurlijk ook geld ja. weer verdienen dus ik ja graag en en ja en toen ja ja en elke keer ik, ik weet nog elke keer dan fietsde ik weer terug en dan stond ik echt in het vondelpark te huilen van van Wow. Het voelde ook echt alsof ik er misschien ook een tijd heel erg alleen voor mezelf geweest was. Mm -hmm. en, en dat was zo ja, fijn om te geven. Ja, ook mijn eigen ouders en mijn eigen familie, mijn zussen. Echt quality time. Echt kwaliteit tijd ja, ja. Met, met anderen. Ja, en ik had ook echt het gevoel alsof mijn karmapunten groeiden. Ja, nou ja, maar dat is toch ook ja, ja. Er is toch niks mis met jezelf goed voelen over goed de, de, de ja. dingen voor anderen doen. Ja. Ja, en ik kreeg dus elke keer, gebeurde er allemaal ontzettend mooie dingen. Toen dacht ik van, oh, ik wil eigenlijk weer naar de sauna gaan. Dus toen, uh, toen dacht ik, ah, dan ga ik gewoon naar Spa-zuiver. Want ik, uh, nou, ik moet het misschien stapje voor stapje doen. Mijn tante vroeg, wat wil je heel graag, uh, wat wil je heel graag van mij hebben? Ik zeg nou, ik wil een yogaopleiding doen. Toen zei ze, nou, is goed, fijn, dank je, dan kan, dan kan ik iets doen. kan ik er ja. mooi voor je betalen. Toen ja. so, was ik yogaopleiding aan het doen. Toen dacht ik van, ah, oh, ik wil eigenlijk naar de sauna. Toen dacht ik, ah, dan ga ik naar de sauna toe spa huiver grote sauna ja. vraag ik of ik daar yoga les mag geven in ruil voor, voor in de spa te zijn Zij ze nou kom maar les geven en je mag ook nog in de spa en je krijgt ook nog betaald dus ik dacht iets van wauw dus alles ja, ja. Het hele kleine dingen Lekker. gingen gingen over uh, tientjes honderdjes in plaats van over duizendjes en over tonnen en ik was er zo ontzettend blij mee echt ik word er nu weer blij ja, van als ik zit eraan ook, denk. maar ergens zit dat ook wel dat nee. is toch ergens ook ah. wel, eh, die andere kan gewoon een beetje, ja, maar ja. de windje brengt of zo, toch? Ja. En lekker gewoon weer op de grond, op de aarde, gewoon ja, lekker. Dat wel, ja, ja. ja. En, 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 want, want ja, dat is eigenlijk gewoon tot op de dag van vandaag een beetje de. de, de ja, zo is ah. het er nog steeds in, denk ik, toch? Of ja. is het wel, ik ja, bedoel, ja. Het, het is nu iets overzichtelijker geworden. En, mm -hmm. uh, maar uh, ja. ja, dat is het nog steeds. Ja. Hoe, je, hoe je toch ook uh, je onderhoud voorziet en dat soort dingen. Het raar is eigenlijk dat ik nu eigenlijk weer hetzelfde leven leid. <laughs> Wat ik ook toen leidde. Als partygirl? Uh, nee, nee, nee. Oh. Maar meer dat ik uh, ook weer de hele wereld rond Ja, ja, ja. Dat zo, ik ja, ja, eigenlijk okay, weer meer, in een soort ja, ja. van dezelfde flow zit. Ja. Maar nu uh, vanuit een heel. Ja. Iets bewuster. Ja, ik bedoel echt natural high. Ja, ja echt ja. Gewoon, gewoon. Ja, en daar ook heel veel. Uh, ja, misschien nog meer met uh, verwondering. Ja, verwondering voor het leven. Ja, ja. ja, ja. Toch, ik bedoel, ik bedoel, we zitten hier allemaal en we doen net alsof het normaal is. Nee. Ik bedoel, what nee. the fuck? Ja. Wat doen we hier? Wat zijn we? Wat, wat, wat is dit? Toch? Waar zijn we in beland? Waanzinnig. Dit is toch, ik bedoel, ja. ook, de zon, de buiten, de, de aarde. Ik bedoel, hoe mooi is het hier? En we doen alsof het gewoon normaal is. En dan gaan we dood. Wat is de dood? Waar gaan we naartoe? Ik bedoel, dat niet iedereen continu eigenlijk in, een, in de staat van... Wow! <laughs> ah. Wat? Ja, ja, ja. En, ik bedoel, daar wennen we dus ook aan. Ja. En, en, maar eigenlijk dat te beseffen, dat... Ja, ja dat is wel mooi, hoor. Ja, ik bedoel. Is dat iets wat je gewoon sowieso altijd hebt, of is dit gewoon even een realisatiemomentje omdat we ook op een heel fijn festival <laughs> zijn, of camping moet ik zeggen? Uh, of is dit wel? Dat weet ik. Uh, denk, uh, daar ken ik je niet goed genoeg voor. Is dit een uh, bijna dagelijks besef, of is dit gewoon even nu een momentje? Uh, nee, ik denk wel dat ik vaak in een staat van ja. verwondering ja, mooi, hoor. ben. En uiteindelijk uh, denk ik ook dat als je dankbaar, dankbaarheid oefen. Ja. Hè? Want eigenlijk wil je dankbaarheid gewoon oefenen voor alles. Ja. Ik bedoel, ik bedank continu, ik bedank de, de plek waar ik geweest ben, ja. of ja, uh, als ik mijn tent uitloop, of, uh, ik bedoel, niet alleen mensen, maar ook, ja, gewoon het, world, ja, ook, met de wereld. De zon, ja. en de, ja. ja, heb ik weer over de zon. Ja. Nee, maar ik snap het, oh, dat is ook een waanzinnig ja. ding. En, ja. en, en, en jij bedoelt <laughs> te zeggen, dat krijg je terug, en daardoor ah. uh, ja, loop je op wolken. Ja, ik denk, als je dankbaarheid behoefend, ja, dat je ja. gewoon als antwoord krijg je liefde. Ja. Dat is het antwoord op dankbaarheid. Ja. Oh, ik vind het wel een mooie les om dat echt gewoon oh, vaker oh. te doen. Want ja. ik bedoel, ik denk dat we allemaal wel kennen en gehoord hebben ook, dat, ik weet dat het s'avonds goed is om drie dingen op te schrijven of te bedenken waar je dankbaar voor bent. Maar als ik jou zo hoor, dan ah, ja. doe jij dat gewoon continu de hele dag. Ja, en het, ik bedoel, ik um, een morning practice Shiva en Shakti dans. Oké, okay, we gaan, we gaan ja. beginnen bij ja. het ochtendritueel. Oh, ja. Top. Oh, Oké. Okay. Okay. Gaat er een wekker uh, uh, in uh, jouw leven? Uh, ja. Ja? Ja. Niet altijd, nee. maar meestal wel. En dan? En um, samen met shirt ben ik dan. Ja. En meestal. Soms ook niet. Soms zijn we altijd ergens anders. Maar um, uh, vrij vroeg wakker worden. Het eerste wat wij doen is een Wim Hof ademhaling. Ah oh, ja. Dus we gaan eerst Wim Hof ademen en dat is eigenlijk power de power breathing. Ja. Drie ademhalen. keer dertig minuten connected breath. Drie keer dertig minuten? Nee, uh, nee sorry. Uh, oh, nee, drie, uh, drie keer dertig uh, seconden. Ja, ja, dertig ademhalingen. Nee, oh oh, geval, oh oh. ben je, dan ben je kapot. Nee ik snap Ja, nee tuurlijk. Gewoon gaan de de Wim Hof. Ja oké. Okay. Um, ja en daarna uh, vaak mediteren. Ja. Ik ga nu even de idealen... Zal ik de idealen nee, zeggen? Nee, doe de idealen. Dan doen we straks wel de realiteit. Okay. <laughs> maar in ieder geval, die Wim Hof zit er zo. echt Ja, die Wim, Wim Hof die is gewoon uh, duidelijk. Ja. Ja. En dan mediteren. Soms een kwartier, soms een half uur. Heel soms een uur. Ja. Dan gaan we zitten. Allemaal in bed nog. Hè. Dus uh, ademhaling met Wim Hof. doen we ja. het bij met de meditatie met de YouTube-ding. Uh, ja, ja, ja. Super fijn dat het er is. En dan mediteren gewoon in stilte. Tijdens corona hebben we het ook wel samen met anderen gedaan die het online deden. Dus dat je echt met een hele grote groep zit. Is ook mega. krachtig. krachtig ja. ja. Dan dansen of uh, yoga. En de yoga die ik ochtends doe is de dans van Shiva en Shakti. Oh ja, oké, okay, daar begon je over. Wat ja, is dat? en dat is. Uh, ja, daar begon ik over. Om, uh, dat is een dans die uh, komt uit Noord-India. Eigenlijk uit de plek uh, Assam, waar de Yoni van Shakti, de vagina van Shakti, yeah. in duizend stukjes is gevallen. Dus er liggen, staan ook allemaal heel veel Shakti-tempels die daar zijn. En, en Shakti is de, de, de vrouwelijke de, de godin, de vrouwelijke energie, staat ze voor. Daar misschien later meer over. En het is een dans die daar ontstaan is, in de bergen, in het noorden van India. En dat is een plek waar ze helemaal geen doktoren hadden. Dus ze hadden daar Ayurveda en yoga om hun gezond te houden. Ja, dat is een hele mooie beweging. Een soort beetje Tai Chi-achtige yoga. En je kan hem overal doen. Hij is ook voor mannen. Ja, ja zeker. Ja, nee, het ja, voelt ja, bijna alsof een hele vrouwelijke... Ja. Nee, ja. Okay, yeah, okay. Ja. ja, Sjoerd heeft hem ook geleerd. En het is een, hele, het is een soort eigenlijk twintig bewegingen. Um, die je zes of acht of tien keer herhaalt en dan heb je eigenlijk het hele lichaam wakker gemaakt Lekker. en het gaat ook heel erg om over de elementen, over de aarde, over het water, over het vuur, over lucht en, en de connectie. en het einde van die dans is dat je even zit in stilte en dan maak je met je handen een bol en ik noem hem de abundance bol, ja. maar volgens mij heet hij eigenlijk hoe heet hij eigenlijk in het echt de Beggars Bowl. Ja, nee, dat vind ik een stom hoor. Ja, aan uh, die Abundance Bowl. En dan ga je eigenlijk iedereen bedanken. Okay. En je begint met de mensen um, van toen je jong was, van toen je klein was en zo langzaam. Elke dag eraan. weer. Of de, die keer dat ja, je hem elke doen. Elke dag bedank je. Dus okay. begin je de dag mee en, dat is, en op een gegeven moment ga je kijken in die bol van: wow, wat ben ik ontzettend rijk. Ja, met ja, al die ja, mensen. Ja, ja, ja. Met al die dingen. Met, met, met alles ah, okay. wat er in mijn leven is. Leuk. En dat is echt zo'n ontzettend fijn begin van de dag. Ja, ja dan, hè, want Het kan best wel zijn dat je uh, ochtends wakker wordt... en je denkt van hey, ik heb eigenlijk niet zoveel zin in de dag of zo. Ik bedoel dat hè, een beetje grumpiness. Dat, dat gebeurt ook bij mij hoor. En dan uiteindelijk kan je zelf de energie weer omdraaien. En dat je dan op die manier de dag instapt... Want wat komt er daarna nou nog? Stap jij daar nog onder de koude douche? Uh, ja, nou, ik, uh, ik douche koud af. Ja, precies. Ja, ja. Ja, nee, dat doe ik en ik vind het ook heel fijn om echt gewoon te dansen. Om gewoon lekker een plaats op te zetten. Lekker, gewoon lekker los te gaan. Vrij, uh, ja. Ja, ja, ja. Maar dat is heel makkelijk als ik me lekker voel. Om die stap te nemen. En als ik me minder lekker voel, heb ik heel veel aan een vaste sequence. Ja. Want die helpt me dan. Dat is het ding, hè? Ja. Ja, daarom daarom ja. Vind ik, zweer ik echt bij een vast ochtendritueel even. Omdat ja. ik gewoon denk, ja, dit ja. is gewoon... Ja. ja, dat is gewoon even nodig. En jij zat ook onder de koude douche, hè? Ja, maar ook eerst warm hoor. Oh, okay. Eerst even ja. gewoon relaxed, even een beetje zepen. En, uh, en dan ga ik twee minuten tanden poetsen. Dat ik, ja. dat zeg, ik heb zijn tandenborstel die dan om de 30 seconden verandert. En dat is gewoon die hele. Dat moet ja. ik gewoon wel echt onder de koude douche doen. Ja, ja want je moet echt even. Oké, okay, ik ga het doen. Ik doe ja, ja. het. Gewoon geen discussie nee, doen. geen discussies. Ja. Maar goed, de discussies <laughs> elke dag weer. Bij wijze van spreken dat je uh, toch denkt, of. Absoluut. Maar, ja, maar je moet het gaan doen. Absoluut. En dan, ik, ik kwam jou hier tegen op het festival, mm. en toen kwam je net uh, uit een vaste detox uh, week. Dus je was helemaal aan het stuiteren. Ah, op een goede ja, manier. Ah, ah, ja. Maar is ik weet niet, is dit het, het, het uh, vaste? Is dat een. Vast ah. ding voor jou? <laughs> <laughs> um, het is wel een terugkerend ritueel in mijn leven. Dus het is. Uh, maar ik heb het echt, de laatste keer was misschien uh, drie of vier jaar geleden. Oh ja, oké, okay. nee, ik bedoel dat dat zo'n heftige vast, Maar ik bedoel, intermittent fasting qua dat je een ja, uh, beetje normaal gesproken wel gewoon. Um, ja. Uh, nee. Soms wel, soms niet, ja. Ja. Oh, ik heb trouwens ook een anderhalf jaar geleden nog uh, gevast. <laughs> Helemaal vergeten. Maar het was de eerste keer dat ik samen met Sure deed. En het was de eerste keer dat het ook geen watervast was, maar een juicevast. Yeah. En dan slow juice. Dus je eet niet, maar je. Uh, je krijgt geen fibers binnen. Nee. Zijn alle, alle fibers zijn eruit gehaald. En wauw, het was echt zo ontzettend krachtig. Ja, ja, ja. Echt zo ontzettend krachtig weer. Dat ik, misschien is het niet voor iedereen, maar het is echt wauw. In heel veel religies wordt er ook gevast. En het is logisch, want je komt echt dichter bij je spirit te staan. Ja. Of misschien sommige mensen, bij God. Je wordt echt, of ik voelde me echt minder aards worden, minder zwaar. En, Wauw. En, het, en energie. Ja, om, ja, ja echt dus, niet ja. normaal. En het is in het begin ook best moeilijk. Dus ik heb heel langzaam ben ik gaan afbouwen. Ja, ja. Dus ik ben al drie weken... Daarvoor oh, ja, ja, ja. zijn we begonnen. Ja, ja. Uh, koffie, deek al niet meer. Maar dan cacao eruit. Suikers eruit. Uh, tarwe, gluten eruit. Dus heel langzaam, stapje voor stapje. Al gaan opschonen. Olie eruit. Zuivel natuurlijk sowieso. Ja. Vlees en zijn Dus dat zijn dat wel dingen die je uh, normaal gesproken wel nog in je dieet um, Vlees en vis niet. Helemaal niet, oké. Okay. Zuivel bijna niet. En nu, ah, nou, nee, nu moet je ja, even ja, nu heb je hebt helemaal niks. Ja. Maar denk je ook dat je het nooit meer gaat doen? Of dan? ja, dat zal de tijd. Ah, ja. ja, volgens ja. mij gaan dingen soms ook een ja, beetje in inademen en uitademen. Ja. Ja, en nu zit ik echt van, ik wil helemaal niks, aan. ik voel me nog steeds zo top. Ook vanochtend ecstatic dansen. Gewoon ja. met bijna niks in mijn maag. Ik denk van, oh ja. Lekker, ja, ja. ja. Heel vaak in Amsterdam om half acht, maar dan heb ik net gegeten. Ja. En dat zit dan toch een beetje in de ja, weg. Ja, ja, ja. En eten neemt zoveel energie. Ja. Geef je natuurlijk ook wat, maar ik denk dat we bijna allemaal gewoon veel te veel eten. Ja. Ja, ja. Echt? En op die aarde, we eten gewoon, die aarde op. Het is toch nergens voor nodig. Ja, yeah. ah, mooi punt. Yeah. En wat dat betreft, uh, nee, have, uh, ritueel uh, afgesloten? Of Ja. Um, uh, yeah. ah, um. um. <laughs> Ik moet even mijn... Uh, <laughs> uh. <laughs> Soms even naar de meditatie verbinden met short mm. <laughs> Dat is ook wel heel fijn. Ja. Mm. Ja, nee, ja. Okay. dus uh, adem, meditatie, dan yoga of dans. En dan warm douchen met uh, koud af. Ja. We hebben nu ook een koud, uh, koud bad. Ja? ja. Nice. Ja. Maar is dat echt met ijsblokjes en zo? Nou ja, hij, hij staat er, dus die ijsblokjes zijn op een gegeven moment gesmolten. Ja, ja, ja. Maar hij staat op het balkon, dus het is best oh, wel uh, top, hè? Ja, het is super lekker. Je kan echt een, een soort uh, bath bucket kopen. En Kijk. die zijn super klein en daar ja, kan je gewoon ja, ja. lekker in zitten. En het is echt. Oh, ja, dat is echt gek. Ja. Nou, ik ja. heb geen balkon, maar. Uh, ja, ik kan omdat... hem ook ergens anders neerzetten. Ja, om dat nou ja. gewoon echt in je woonkamer te zetten, is ook ziet. Maar. Nee, Oké, okay, maar ik, jij hebt dus, dat vind ik echt wel tof, echt wel gave dingen gedaan. Of in ieder geval mm. dingen, hè, je noemt net zo'n vaste. Ja. Ik weet, en dat staat echt op mijn lijstje, uh, maar ik spreek het altijd verkeerd uit. Vipassana. Ah oh ja, Vipassana. Vipassana, ja, ja precies. Ik weet dat ook bedoel niet ik. of ik het goed Nou nee, ja, 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 dat is ja. het zoals jij het zegt, maar ik vind het altijd lastig. Ah, Vipassana. Maar hoe, uh, ja, want dat, dat was ook echt wel diep hoor. Ja. ja. Een week lang ja. niet praten. Ja. Uh, en alleen maar eigenlijk acht uur per dag ja. mediteren. Ja. ja. Wat, 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 uh, hoe, hmm. ja, hoe was het? Ja. Geweldig, fantastisch, intens, uh, zwaar kloten, um, uitdagend. Uh, ja. En op een gegeven moment uh, heb ik ook echt een wondertje gezien, of is er echt iets gebeurd? Ja. Dus het, uh, je Wil je, zit je het elke delen? Dag... Ja, 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 zeker. Dus je zit elke dag volgens mij tien uur of zo. Ik weet het niet ja, meer. Ja, ja, ja. Tien uur per dag in meditatie. In de eerste twee, drie dagen zijn nog wel iets vrijer. Mag je nog een beetje bewegen en af en toe een rondje lopen. Of... Ah, ja, okay. En het wordt steeds strenger. En op een gegeven moment, nou ja, je wordt ook niet onthoofd als je beweegt. Maar op een gegeven moment wordt het steeds strenger. En moet je steeds stiller en stiller blijven zitten. En natuurlijk ook alle beweging is een afleiding. En He, het eigenlijk hetzelfde wat we nu met Tantra doen, maar dan ah, meer naar binnen toe. Ja, ja, tantra dan, is ja. ook het voelen, maar, maar dan mag je lekker uiten. Het was zoveel beter bij me. Ja. Um, um, en op moment, volgens mij de vijfde of de zesde dag. Ja, op een gegeven moment uh, door alle ongemakken heen. Want op een gegeven moment ga je met kussentjes onder je knieën. En dan ja, probeer ja. Je, je de manier waarop je zit. Of tenminste, ik probeer de manier waarop ik zit de hele tijd uh, comfortabeler te maken. Maar dat werkt niet. Je, het is gewoon kloten om, de, om de heel lang in ja. kleermakers te zitten, zitten. Dus ook daar te accepteren. En dat ah, toe te laten. Van oké. Okay. En dan die pijn ook toe te laten. En op een gegeven moment gaat die pijn ook wel weer weg. Dat verdwijnt ook weer. Dus het is, en dat is natuurlijk al een... Ja, een revelation. Dat, mm. dat ah, dingen komen en gaan. En de, de vijfde dag na de meditatie liep ik naar buiten. En toen leek het alsof ik. Uh, ja, alsof ik psychedelica had gebruikt. Er waren overal een soort regenboogballen. De hele wereld was een soort. Ja, alsof er overal regenboog. Dat zag je in de natuur? Ja, overal. Dus het was allemaal. Okay. Het was echt. Ja, in de natuur. Het was een soort. Ja een soort rainbow-tempel uh, op, op gewoon op wel op wat er was op de bomen ja, ja. Op, uh, okay. ja het was en op een gegeven moment dacht ik oh, wow dit is het en toen ping echt dat lijkt letterlijk alsof er zo'n naald in een, in een bel was Ping, ja, toen was weg. het allemaal weg en Toen denk ik maar weer gaan de volgende weer gaan mediteren ja, mediteren ja, ja, ja. ook oh, komt het weer en toen, ja dat komt Dan natuurlijk niet graag. op die manier nee, precies. ja dus dat is ook weer een les van ja eigenlijk altijd weer zonder verwachting ja, ja, ja. zonder verwachting maar heb je, ik bedoel, het klinkt echt als een waanzinnige ervaring, maar de gaat niet, om, maar heb je ook wat geleerd? Ah, ja, nou ja, dat. Uh, dat je niet te veel moet. Voor, ja. Dat het allemaal komt en gaat. Ja. Dat is best wel. Uh, uh, zoals je zit en gewoon stil blijft observeren. Ja, er, dat het komt en gaat. Ik ja. denk, Anitja is, uh, eet het in Sanskrit. het Sanskriet. Ja, het is, ja, ja. En ik vond het zelf, had ik ook echt van, wauw, dit is voor mij echt de diepte ingaan. Dus het voelde voor mij echt alsof ja, ja. ik een, echt weer een stap... Les, ja, ja. ja, ja. En je hebt nog iets anders gedaan, wat ik ook echt fascinerend vind. fishing quest. Ja. Ja, ja. Fishing quest. En dat is ja. toch dat je een paar nachten in een bos slaapt. Ja, het is geweldig ook. Op, een, op, een, op ja. een paar vierkante meter. Ja, ja. Zonder eten ook. hè? Zonder eten ook. Ja, oh, dat ja, is ja. Dus okay. Dat was ook nog. Die was ik ja, even ja. vergeten. En dat. Uh, alleen op water. Je hebt ook verschillende vision quests. En degene die ik heb gedaan was uh, zonder eten met water. Um, misschien zijn er ook wel vision quests zelfs zonder water. Ja, dat is gewoon maar dat echt is, niet uh, oké. Okay. Ja, daar ben ik nog niet aan toe. Nee. Um, maar wat, wat, wat. Want je gaat, nee, Je naam zegt het al een beetje. Je, ja. dit, het gaat gewoon over. Wat wil ik eigenlijk nog? Ja dus, uh, ja, dus je vindt een eigen plekje natuur. En ik heb het onder begeleiding gedaan. Hè. Ik zou het, ook, het ook heel fijn om daar begeleiding bij te hebben. Want dan krijg je eerst een basecamp. En er werd ons ook heel erg uitgelegd wat voor wilde dieren er waren in de ja, omgeving. Ja. En, en welke slangen gevaarlijk waren en welke ongevaarlijk. En, en dus dat je even wist ook wat. Ja. Je kon verwachten. Ja. Zo. Maar op een gegeven ja. moment ben je toch wel echt alleen, of niet? Ja, op een gegeven moment uh, met je rugzak en met, met uh, 10 liter water of zo, 5 liter, ik weet het ja. niet meer, sjouwen. Helemaal op een berg. Ik zat in Zuid-Frankrijk. Ah. En dan maak je een grote cirkel. En dat is je plek. En daar kom je niet meer uit. Behalve als je misschien even moet plassen. Dus je, je wil ook juist ook ja. weer de, de rust in. Ja. En ik leerde in de, de begeleiding die zij had. Als je ergens bang voor bent, neem de veer, teem de veer. Als je het ja, ja, ja. kan benoemen waar je bang voor bent, dan, dan kan je het ook temmen. Ja. En ik dacht van nou, slangen. Ik haal helemaal niet zoveel slangen, zeker niet <laughs> uh, in de nacht. En de, of een van de meer. Was Mijn cirkel was, was een, een plek van allemaal stenen. En daar had ik mijn cirkel gemaakt. En ineens dacht ik van, oh ja, maar dit is echt een... <laughs> slangenplek. Dit is echt een slangenplek. <laughs> Top. Ja. En kwamen ze ook? En, nee. Oké. Okay. Nee, en uh, ik was ook heel erg bang. Ik dacht van, als ik niet eet... Want ik heb wel vaker gevast, maar dat was altijd op een hele chille plek. Ja, ja, ja. Waar ik lekker even de sauna kon gaan of lekker in de natuur ja. kon zijn dus ik was ook heel erg bang dat ik heel erg bang zou worden van het niet eten. ik dacht van shit straks, straks gaat mijn hoofd. Want uiteindelijk ben ik dan bang of ik was bang voor mijn eigen mind. Ja. nog ineens voor voor maar ja, eigenlijk voor mijn eigen. Ja, ja, straks gaat flippen dan. in de nacht ja, dat er iets ja. engs gaat gebeuren word ik bang. ja en uiteindelijk was het zo mooi en zo vredig ja, ja. en zag ik ochtends de zon opkomen Heel langzaam. Alles ging ook super langzaam opkomen. En dan weer naar beneden. En dan heel langzaam kwam de maan op. En die ging ook weer naar beneden. Het was echt, wauw, ontzettend mooi. En het gaf zoveel tijd om na te denken over, wie ben ik? Want dat is natuurlijk de vraag, ja, die, ja, ja. Die de yoga vragen. De vraag van het leven, wie ben ik? Nou ja, ik ja. Zei, en, en, en nou, wat is het antwoord? Ja. Wie ben jij? Ja, eigenlijk gewoon pure spirit, pure ja. essentie. Dus ik had een doosje lucifers bij me. En elke lucifer heb ik een stukje identiteit. Uh, lucifer aangestoken, ik ben een yoga leraar, paf, weg. Ik ben een vrouw, paf, weg. Al die stukjes ja, waar ik me okay. mee identificeer. Allemaal stuk voor stuk. Alle laagjes uitgeraan. En wat, 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 ja, wat is er dan nog? Ja, gewoon zijn. Energie, ja, oké. Ja, okay. ja. dat dus, maar ik sorry. Ik weet nog dat uh, in de tijd van Misha, dat we toen heel erg, zeg maar, uh, ook heel erg uh, ik bedoel, uh, in de in kijkers stonden, dus mensen heel erg zeg, ook weer op hun manier identificeerden met, met mij of met ons. Ja. En op een gegeven moment hadden vrienden van mij die hadden altijd pakken waarin ze optredens deden, nepco. Dus hele grote kikkers en rare aliens. Ze zei ik, mag ik een keer in zo'n pak zitten? en dat was op een feest dat wij gaven in Italië voor voor uh, een of andere kunst, uh, kunstklant dus ik ging in het pak zitten dus ik liep in het pak rond en ineens al die vooral die mannen die normaal echt ontzettend aardig ja, tegen me waren. Die waren ineens een, ja. heel gemeen. Die ja, was een kikker. Ja, en toen dacht ik van wauw. Wow, <laughs> ja, dit ja, is ja. dus mijn afke Ja, 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 ja. ja. He, en dat Goeie. is leuk, leuk, leuk. En, 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 en uh, zij is uh, Afke of weet ik wat. Of, he, of een mooie vrouw of een lekker ding of weet ik wat. En ineens was ik een kikker. Ja, ja. En nou, kinderen en vrouwen vonden me nog wel leuk. Maar vooral de mannen. Het was echt heel opvallend. Leuk. Dat ik dacht van hè? Maar, goeie, ik bedoel, een hele een, ja. een leuke kikker. Ik was een heel leuk aan het hupsen en zo. Ja, dus dat, dat ik bedoel dat, ja. Ja, nee, een goede les. Ja. Leuk. Maar, want, is zo'n fishing quest, ik bedoel, ja, is het, is, heb je er nog een, een, een ding aan ah. overgehouden, als in wat je graag wil bereiken, of moet ik het mm, niet zo zien? Ah ja. Ah ja. Ja, eigenlijk. Um, als er een les is uit een vision quest of um, uit, zelfs uit Ayahuasca, is eigenlijk het leven vieren. Ja. Het leven vieren, maar op een bewuste manier. En niet uh, meer is meer, maar less is more. En echt gewoon, ja, het leven durven vieren. Ja. Mm. We hebben net een workshop gegeven over emotional release. Om, om gewoon ja. ah, al die onderdrukte stukjes en emoties die er zitten, om die te mogen laten ah, stromen. En gewoon je eigen levenskracht weer terug te, terug te eisen bijna. Van ja. hé, hey, hallo, en is ik dat, ben hier. Is dat de, en, en dat valt ook onder het kopje tantra eigenlijk? Absoluut, ja, nee, absoluut. absoluut. Ja, ja. Uiteindelijk gaat tantra echt over je, ah, jezelf te bevrijden, maar ook van al die verhalen uit je hoofd. Van ja. al die... Bullshit verhalen. Ja, ja. Lekker voelen en ervaren. En dat is heel anders dan de wil bekijken. En wanneer kwam dat dan een beetje op je pad? Mm. Want ja, nou ja, het, mm. het, het, het ligt. Ik snap wel een beetje. Hè, met de dingen die, waar we het ja. net over hebben. en Yoga en zo. Maar toch. Nou ja. Jij zou ah. toch op zijn minst in het begin ook gedacht hebben dat Tantra eh, voornamelijk iets was. Wat met seks te maken had? Ja. Nou, ik was nooit zo uh, vies van seks. Ben nee. ik eigenlijk nooit geweest. Dus uh, ook. Ja, ik was altijd al heel erg voor de vrije liefde en ja, voor, ja, 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 voor liefde mogen ja. delen, ja, 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 ja. ook met anderen. Ja. Volgens mij op de middelbare school had ik al, was één jongen die, die iedereen wilde zoenen. Ik zeg, nou dan gaan we toch met iedereen, ja, ja, ja. we mogen ja. toch wel allemaal met je zoenen? Ik bedoel, waarom niet? Tof. Ik bedoel, en dat vond hij eigenlijk ook wel oké. Okay. Ja, <laughs> dat, dat we, begrijp ik, ja. Ja, dus, uh, <laughs> dus eigenlijk begreep ik al heel lang niet waarom... Ja, die, 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 die claim... Uh, waarom er zoveel schaamte en... Ja. En toch ontdek ik nog ook wel heel veel delen van mezelf. Dus Tantra was voor mij best wel thuiskomen. Thuiskomen in, in jezelf mogen zijn. Maar hoe kwam het op je pad? Ja, ik weet dat uh, heel vroeger organiseerde ik uh, vrouwenavonden, red tents, met allemaal geweldige vrouwen. En een van die geweldige vrouwen die is op een heel erg in de TNT gegaan, in de nieuwe Tantra. Ja. En dat is niet, de, dat is niet mijn Tantra-groep, trouwens. En zij vroeg de hele tijd van. Kom, kom, kom nou, kom nou meedoen, kom nou kijken. En dat was met Alex Vartman aan het, aan het roer. Dat is best wel een, een uh, bijzondere man. En mijn vriend van toen, dus die nam ik mee naar een ja. keer naar een, uh, naar een soort demonstratie was dat. En Alex die raakt dan iemand aan en die krijgt dan een soort uh, orgasme. Ja. Gewoon waar je bij staat, dat je echt denkt: van wauw, uh, hoe wonderbaarlijk. En, en mijn vriend wilde toen niet. En ik wilde dat heel graag samen doen. Ja. Ik had helemaal nog niet het gevoel van: oh, dat kan ik ook alleen ontdekken. En heel toevallig ging ik naar een Tantric Dance Retreat. En daar kwam ik deze jongen tegen. Ah, en dat is Shure. Daar kwam je Shure ja. tegen. En die, voor hem was het ook iets nieuws, toch of niet? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Okay. Hij, hij kwam echt uit de corporate wereld. Ja, ja, ja. ja. En, ja oh, okay. en, en in hem heb ik echt ook een partner gevonden die samen met mij dat Tantra-pad. Uh, aan het ontdekken is... En hoe lang, hoe, hoe lang is dat geleden? Ja, het was drie jaar geleden. Ja, precies, dus het ja. is echt best wel recent. En er ook weer achterkomend... dat heel veel wat ik nu leer... dat ik ook dat al vroeger heb geleerd. Mm. Dus, dat, uh, dus uh, technieken van, van, de, van de Tao... die komen helemaal weer, weer terug in de tantra. Dus het is eigenlijk heel... Ja, ja, dus alles komt altijd weer, een soort van lijkt het weer samen te komen. En, en vind je het moeilijk of ben je er ja. altijd vrij in geweest om, om, om een relatie te hebben? Omdat dat dus ook, nou ja, in veel relaties zit daar toch dus wel, uh, ja, zitten er allerlei verplichtingen in. Ah. Die misschien niet zo passen bij. Ah. Ja, wij uh, uh, spreken altijd onze, onze, onze boundaries af. Dus als hij met een andere vrouw spreekt of ik met een andere man, dan zeggen we van: hé. Hey, uh, zou je het goed vinden als ik daar met de liefde bedrijf of heb je daar, zie je dat heel vervelend? Of, dus we mm -hmm. eigenlijk per, per, ja, per dag of per week of per maand of per event... spreken nee. we af van hé, hey, hoe staan we erin? En hoe groot is ons hart om de ander vrij te kunnen laten? En ik wil, ik denk dat ook een nieuw paradigma of uh, het hebben van relaties is, is dat je een relatie hebt om elkaar te. Te supporten ja. in de ontwikkeling oh, van oh, je oh. zijn, in plaats van dat je elkaar wil tegenhouden. Van, Oh, blijf bij mij, blijf bij mij. Ik ben ja. super bang dat je weggaat. Krampachtig. Ik, ja. Het is uh, 35, ik ben 51. Dus... Ben je 51? Ja, dankjewel. Het klinkt al zo. Ja, ja, ja. ja, ja. Wauw. Ja. En dus het kan ook zijn dat, 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 uh, ja, dat we op een gegeven moment ook weer andere levensfases ingaan. Nee, of, ik bedoel, uh, ja. we weten het niet. Dus ja. Misschien blijven we tot, tot, tot onze eindertijden ja, bij elkaar. Ja, het is wel ja, dus dat, ja, maar het, het fijnste is om continu weer te af te stemmen. Dat is eigenlijk hetzelfde als die eerste oefening waar je het over had. Ja. Continu weer ja, ja. voelen, waar ben ik, waar staan we? Ja, dat vond ik het mooie, dat, dat wil ik dan toch even zeggen. Ah. Ik heb Sjoerd sure, daar ook complimenten voor gegeven. Hmm. Is dat die, jullie deden dus een workshop waar ik ben geweest. <laughs> en jullie deden dat <laughs> samen. En het was heel grappig, omdat. Uh, nou ja, Sjoerd ging een mm. beetje uitleggen wat jij net heel goed uitlegde, overigens. Uh, hè, wat tantra dan is. Uh, en ja, jij begon heel naïef, of dat zat toevallig even in je hoofd. toch over seks. En zij dat, benoemde dat ook. Daardoor zat het nog meer in je hoofd. Daardoor ging het eigenlijk alleen maar over seks. <laughs> tot drie keer aan toe, of zo, weet ik veel. En, 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 en hij was daar echt geïrriteerd over. Mm. Op ook op een, een hele gezonde manier. Hmm. En hij deelde dat dus in front of de groep. Ah. zei hij het ook van, nou ik ben nu echt eigenlijk boos. Ik voelde, hmm. nou ja, als je zo puur hmm. hè, met elkaar omgaat en op die manier aangeeft dat je boos bent, of uh, nou ja, hmm. dat dacht ik echt, wauw. Dus dat was voor mij, en ik denk voor vele mensen die daar die workshop volgden: een waanzinnige les. Ja. En ook voor mij heel fijn, want als hij dat niet zou zeggen en niet zou uiten, dan voel ik het natuurlijk nee, wel. Nee, maar goed. Dat, want ik ja, weet natuurlijk ja, precies. Ja, qua energie. Ja, dus dan, dan ja, ja. voel je dat er iets, iets is, maar wat, wat mis zit. En nu zei hij dat, hij gooide het er even uit, even ja. met een emotional release. Ja. En we konden ja, weer ja, stromen. Ja, ja. Dat is super fijn. Ja, ja. ja. <laughs> maar ik ben wel, maar dat is wel toch wel weer heel ordinair dan wel het seksgedeelte. Maar ik denk dat ik yeah. dat meer met matured moet bespreken. Want ik, wat, wat ik namelijk heel graag zou willen, en dat is een beetje wat jij net ontzettend is sublime. Nou ja, ik, ja. Nou, gewoon, toen ik hoorde voor het eerst, en ik snapte het wel gelijk, maar ik dacht wow, daar ben ik echt niet op ingesteld nog. Dat je dus ook een orgasme kan krijgen zonder klaar te komen. Toen dacht ik echt wow, maar dat is top. Ja. Ja. Ja, Kun je een, daar, een klein tipje ja. van de sluier uh, ah, geven, of is dat uh, yeah. uh, lastig? Ja, uh, in ieder geval wil je niet naar een piekorgasme gaan. Nee. Van, ah, nee, nee, precies. <laughs> maar wil je eigenlijk gewoon, ja, ja, ja De honden ja. slaan erop aan, ja, ja, Dat is echt top. Ah, <laughs> Die denken dat een piekorgasme. Ja. Ah, heel fijn gewoon er... Ah. Ja. In blijven. En in plaats van dat je het allemaal hè, voor mannen naar uh, pik brengt, ja. het vrijt je je hele lichaam door. Ja. En ja, Short is daar echt, ik vind je echt daar koning in, Short. Echt. Ja, dat ja, is goed om te weten. Ja. Hij zit te shiny. Ja, hè? maar je hebt het ook <laughs> echt geleerd. En het is best wel een moeilijke techniek. Want eigenlijk zijn alle vrouwen tantrisch van nature. Dus wij hebben het best wel makkelijk. En de mannen ja, ja, ja. moeten best wel door het voorwerken werken om, 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 om echt. ja... Ja, 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 vrouwen dus die is, kunnen natuurlijk ja. meer hoogtepunten hebben. En dan, ja, ja, nou ja, oké. en, en uh, ik ah. denk dat uh, eh, ook de, de druk van een vrouw om het moeten klaarkomen, vaak ligt er bij mannen ook vaak zo'n druk van het moeten presteren. Mm. En bij een vrouw is dat toch weer anders. Ja. Ik bedoel, hè, dus alleen al die hele druk afnemen ah. van, van, van je seksualiteit geeft zoveel, ja. Ja, dat is er gewoon plezier. Ik bedoel, soms zijn we wat vrij en soms moet ik huilen en... Ja. Ach, laat alles maar maar welkom zijn. Ja. Of soms vraag ik even... We nee, zijn ontzettend lekker aan het vrijen. En ineens denk ik van... Oh, ik, ik voel iets. Ik, ik voel gewoon iets. En dan vraag ik Short om even te stoppen. En dat vind ik eigenlijk best moeilijk om te vragen. Ja. Want dan denk ik denk van... ja, Hij zit er ook lekker in. Ik bedoel, we kunnen ook even doorgaan. Nee, ik voel nu dat ik even wil stoppen. Ondanks dat dat misschien best wel een, een, een moeilijke timing is. En dan stoppen we even. En dan kan ik even daarin voelen. En voelen wat er is. En soms... Ah, soms moet ik huilen of is er iets. En dan gaat dat weer ver. En dan kan, gaat dat weg. En dan kan ik weer verder stromen. Maar vind je ook niet dat we dan toch echt... ...een hele verkrekte tijd nog wat dat betreft leven? In de zin Totaal, van... Taal, Onze opvoeding is porno. Ja, precies. Ik bedoel, komaan. We hebben helemaal geen, 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 geen voorbeelden. Nee. Van hoe kan je nou samenkomen? Ik denk ook, alle jonge mensen. Ik bedoel... We leren niet om te vrijen. Nee. We leren niet om lief te hebben. We leren niet om onze emoties te uiten. Nee. We leren niet om mens te zijn. We leren van alles op school. Maar uh, ja, het is ook heel fijn dat we leren. Wat leren we op school wat fijn is? Uh, wat zei je? Aardrijkskunde. Aardrijkskunde. Ik weet even niet wat handig is om op school te leren. Maar ik bedoel, er zijn nee, er ja, zoveel nee. dingen. Om ja. het, het leren van, van mens zijn. Ja. Ik bedoel, we doen net alsof we het allemaal maar weten. Maar ik bedoel, als je. He, ook emoties. Uh, ik bedoel, als je moeder bent en je, je baby ligt te huilen, dan neem je er in de arm of heb, en zeg je rustig maar, het komt wel goed. En je wil natuurlijk ook liefkozen, maar soms is er gewoon een emotie die gevoeld mag worden. Ja. Soms ben je boos. Ja. En dan als je moeder, ben je vijf jaar oud en je bent gewoon boos en je moeder zegt, je mag niet boos zijn, je hoeft niet boos te zijn, rustig maar. Of, of je mag niet te huilen. Of, je hoeft niet angstig te zijn of, ach, het is oké. Okay. En soms is het niet oké. Okay. En om het, ja, en om ja. dat gewoon even te mogen voelen dat je boos bent. En dat te leren. Nou, dat hebben we net in de workshop gedaan. Nee, ja, maar goed. Ik denk, ja. ik denk, ik denk uh, even positief gezegd ja. dat we echt wel in een goede tijd leven. En dat ja. mensen meer bezig zijn met dingen. Ja. Maar ik denk persoonlijk wel, want ik denk. En, en dan denk ik dat ademhaling, emotie, zo. Nou ja, goed, dat staat wel. en dat voel, maar, maar seks is dan nog echt een ja. long way to go. Hè? En seks, daar zit zoveel schaamte en conditionering ja, op. Exact. Zit zoveel, En dat is, dat is verbonden met die, met die, ah, met, die nee. met die energie, met die seksuele energie. En ik kan gewoon met short ook gewoon energetisch of met iedereen, met jou. Met de, en gewoon lekker. Gewoon, ha, lekker die ja, ja, zo, ja, ja. te stromen. hoeft helemaal geen penetratie of nee. helemaal niks aan te passen. Maar gewoon, ha, dat is echt zo. Zo lekker, doe even mee. Jullie zitten er allemaal, beweeg even, voel even. Het is gewoon ha. Maar gewoon is, lekker is, om te. Is, is die te spanning, zijn. want dat heeft ook iets nou spannends, ah. de naam zegt het al. Ja. Is dat ja. helemaal eigenlijk wat er af zou moeten? Nee, nee want toch? spanning is juist ook ja. zo leuk. Ja, nee, precies. Ja, nee, want de spanning is juist. Ja, wat het maar daar spelt. komt natuurlijk ook wel weer het taboe vandaan, want ja, het is spannend. Is ja. Dat, ja. En spanning is ook in een liefdespel. kan het echt ook geweldig zijn om met polariteiten te werken. Mm. Om juist die spanning op te bouwen. dat is ook weer. ja. Ah, er zijn zoveel verschillende wegen naar. naar, naar Ha, naar een verrijking, zeg maar, van, van de fastfood, snel seksen, is er echt een, 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 een hele lange tafel met bourgondische gerechten, op wat voor manieren je zou kunnen, kunnen verbinden. En, en, en wij leren er ook nog. En wij zijn, ik bedoel, ik spreek hier alsof ik het allemaal weet, en ik leer ook elke dag nog. En ik leer zelf ook, mijn eigen proces is nog steeds meer, nog meer erin ontspannen, ha, om nog meer in los te laten, nog meer in te zijn, nog meer in te zakken. Ah. Ik heb één keer met een vriendin, zal je echt kennen, want het was hmm. ik geloof ik van een soort tantra classic, maar dat je gewoon echt, zeg maar, de ademhaling op elkaar ja, sluit. Ja, dat is ook zo krachtig Dat al. is top, jongen. Ja. Dus en, dan ben je, even, ja. even voor de luisteraar of kijker dan ben je dus, ja, zeg je dat gewoon, uh, ja, zeg maar, aan het zoenen, of dan, ja, je bent gewoon door elkaar aan het ademhalen. Ja, het is zo Aanzinnig. mooi. Waanzinnig. Je kan het verschillende manieren doen. Je kan bijvoorbeeld, als de ene inademt, kan de ander uitademen. Ja. En dan kan je hem echt cirkelen. He, dus de vrouw die kan zo mooi vanuit haar hart geven naar de hart van een man. En de man die kan hem zo mooi he, naar zijn penis brengen en naar het vagina van een vrouw. En zo heb je een prachtige, prachtige Cirkel, energiecirkel. Ja. En daar kan je mee spelen. En dat met behulp van ademhaling. En al gewoon als je ligt te vrij en gewoon de ademhaling gewoon iets Zink, dieper. Uh, ja, ja. ja, en dan zeg ik weer, alleen, niet alleen voor vrijen, maar voor je hele leven. Ja. Als je af en toe gewoon ah, lekker even ademhaalt. Dat is. Wow, ja. dat is zo... Ja, je doet het ook de hele ja. tijd, hè? dat vind ik echt mooi. Hoe jij gewoon eigenlijk mm. heel... Ja, nou ja. Mm, dus ja, fucking dit... <laughs> ja. Ja, ja. goed is dat, hoor. Ja. En het, 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 het daadwerkelijk op, op fysiologisch, op, uh, wat het doet in je lichaam is dat het je, je zenuwstelsel rust geeft. Ja. Dus zelfs een hmm, of een ha, uh, uh, ja. de nervus vagus, een hele be, belangrijke zenuw, die wordt gewoon ha, ah, zenuw, zenu, zenu, die wordt gewoon rustiger. Ja. Ja, dus elke keer als je in een spannende situatie zit, en je wil juist even: ah, ah, dat ligt meteen op. Ja. Ja. Ik heb jou gevraagd, uh, zoals iedereen, om, omdat we een mooie bibliotheek aan het mm. bouwen zijn met, uh, met indrukwekkende boeken of uh. inspirerende boeken. Wat zijn uh. voor jou drie boeken geweest die echt mm. indruk op hebben ja. gemaakt? Dank je wel. En ik heb daar even over nagedacht. Ik dacht, wat is daar nou fijne boeken om te delen? En ik moest als eerste denken aan Saida Decilets. Zij heeft het uh, boek geschreven The Awakening of the Sensual Woman. Hij is er ook in het Nederlands Het Ontluiken van de Sensuele Vrouw. En ontluiken is al zo'n yes, mooi woord. Ja. En uh, het gaat over zelfpleasure. Over Want ik bedoel, okay. samenvrijen, kunnen we het wel over hebben. Maar uiteindelijk wil je eerst je eigen lichaam yeah. echt begrijpen. Yeah. En ik bedoel, ik ontdek mijn eigen lichaam echt nog steeds. Dus eigenlijk voelen, wat vind ik prettig? Wat is self-pleasure? En, en dan kan je het ook op die manier weer doorgeven aan de ander. En er is ook een Ja-de-eye-practice. Dus dit is echt een, een boek voor, voor, voor vrouwen. Ja. Hè? Of voor je eigen. Om je, ja, om je eigen plezier weer te, te, ah, te voelen. En eigenlijk wil je eerst je eigen seksualiteit claimen voordat je. In zee gaat met iemand anders. Ja, maar dat is zelfs ja. zelf sowieso voor zelfliefde. Ik bedoel, ja. pas als je dat een beetje ja. hebt, kan je delen. Ja, je maakt natuurlijk als moment dat je zelf al aanraakt, maak je gewoon oxytocine aan en serotonine en, en allemaal fijne stofjes. Oké, okay, goeie. Ja. En dan heb ik uh, eigenlijk voor de man, omdat ik dacht, dit is echt een boek oh, ja. voor de vrouwen. En deze komt ook een beetje van Short. En het is ook een van mijn leraren. Van Mantak is het boek uh, De. Mm, wat zei je? De orgastische man. Multi-orgastische man. De multi-orgastische multi multi man. Dat klinkt top. Ja. Dat klinkt een beetje, uh, ja. Oh, ja. En Mantak Chia is zeg maar wat ik uh, al in de tijd, toen ik nog met Bisha was, dat deed ik al zijn practices. Die ja. later dus weer. Okay, ja. wow. En het derde boek. wat ik graag... we nog even oh, wat ja. lezen we in dit boek? Ah ja, dat is echt uh, precies wat jij wil oh, lezen. Oké, okay, top. Het gaat over hoe je je uh, <laughs> seksualiteit kan sublimen. Dus ja. Hoe, je, hoe je kan leren om, uh, om niet klaar te komen. Oh, ja, om zo. de energie in plaats van het ah, naar buiten te ah. geven en het kwijt te zijn. Hoe je jezelf weer kan opvullen met energie. En je, ja. Ja. Oké okay, dan. Ja, en het, uh, ja, want uiteindelijk als je klaar komt, geef je ook heel veel energie weg. Zeker een piekorgasme. Ja, ja. We ja. klaar klaarkomen als in een piekorgasme. En terwijl, ja. Over orgasmes gesproken toen ik uh, juice vast die tien dagen. Ja. toen ik voor het eerst dus een stukje fruit at. Dat was bijna. Een... Dat was een orgasmische ja, ervaring. Ja, ja. Dus orgasmische ervaringen kunnen ja. ook uh, gewoon in het leven voorkomen. Dus niet dat dat alleen maar. Dus je kan in een staat van orgasme. Ja, maar wacht zijn. even, dat is gewoon iets heel mooi en zinintens. Maar het is toch niet zo dat op dat moment. Je lichaam ja. gaat trillen? Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Ga maar eens tien dagen juice vasten. ga dan maar eens een stukje mango eten. Nee, ja, ik ken wel ja. dat soort ervaringen. Ja. Nee, ik ken dat heel goed. Want ja. ik heb echt een glazen huisding als je dan een appel naar. Nou, oh ja, dan je dan hebt het een... ook gedaan natuurlijk. Ja, mooi. Maar, maar goed, misschien ben ik dan toch. Uh, ja, nee, het was, wel, ja. het was wel super intens. En mm. misschien dat ik er ook wel van ging trillen. Maar het, nou ja. Ja, misschien moet, moet ik. Ja. Het, koppel ik orgasme gewoon iets te veel aan seks, maar. Ja, ja, dus dat is ja, ja, dus dat uh, misschien een extase. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, en het de derde uh, boek? Het derde boek is Kadesha. En dat is van Ohad Pelle. Maar volgens mij heet zijn naam het boek Pelle Ezredi. S-E-Z-H-R-E-D-I. En ja. hij is een van mijn Tantra-leraren van ISTA. van de International School of Temple Arts. Waar je echt de Temple Arts leert. En het boek gaat over een. Het is een roman. Het boek gaat ook over een. Uh, de tempel van Assarte in, in Jeruzalem. Dat is een tempel waar uh, priesteressen zijn... die eigenlijk mannen door middel van seksualiteit... de oorlog weer uit hun, hun, hun lijf halen. Dus daar is nou. uh, de godin, de... Um, Isis, maar... Uh, de, um, ja, dus eigenlijk de, de sexual healing is dat. Ja, ja, ja. En dat... Uh, ja... Dat voelt zo, zo... Ja, maar is het nog op waarheid gebaseerd? Voelt het... op waarheid. Oh, oké, okay, oké. Okay, ja, okay. Hij is, een, uh, hij is een, um, een rabbijn. Echt een hele bekende rabbijn was hij. En op een gegeven moment is hij meer de tantra-wereld ingekomen. En is hij eigenlijk gaan onderzoeken, is hij meer soefie geworden. En uiteindelijk is hij uh, ja, op zijn zoektocht erachter gekomen... dat er uh, tempels waren, oude tempels voor priestressen... die uh, met seksualiteit werden... Eigenlijk je uh, een bordeel klinkt, uh, klinkt als, uh, als een bordeel. Terwijl een tempel is echt een heilige plek... waar op een heilige manier met seksualiteit mensen geheeld worden. Ja, en ja, ik denk ja, dat ja. het hele heilige eigenlijk uit seksualiteit is gehaald. Precies. En eigenlijk Precies. mogen we niet alleen seksualiteit... maar het hele leven zelfs, je eten, alles weer als, alles als heilig zien. Ja. Dan, dan, dan ben je eigenlijk er al. Mooi. En dan is... Ja... Ja. Maar dat vind ik echt heel mooi. De, de, en die, die openhardheid en paf en, en ik weet ook als ik echt uh, in het tantraveld sta met mensen die ook uh, veel tantra doen mm -hmm. op een festival of, of dan is er op een gegeven moment een veld waar, waar alles liefde is. Ja. Alles is liefde. Ah, en het maakt ja. helemaal niet uit of je met die man met flaporen een oefening ja. doet. Of, het ja. maakt echt geen reet uit. Je voelt liefde voor iedereen. En ja, dat is en dan valt en dan wordt het transpersoonlijk. Ja. En ik denk dat dat onze eigenlijk onze ware staat is. Ja, dat geloof ik ook. Ja. Ja. Maar loop jij, want dat is inderdaad ja. op het moment dat je omringd bent met, met nou ja, gelijkgestemden, zeg maar. Maar loop jij nog veel tegen muren op van, van nou misschien familie of oude mm. vrienden. Die dan ah. toch allemaal denken, ach afke, waar ben je toch allemaal mee bezig? Uh. Uh, ja, nou ja. Oh, ik bedoel, die, uh. ja, die, ja, die gewoon dus niet zo mm. uh, denken over ja. seks en over het leven en mm. zo. Um. Uh, ja, soms schrik ik wel van, uh, ja, eigenlijk niet familie en vrienden, want die, um, uiteindelijk ben ik ook wel altijd een vrijbuiter geweest, ja. ook vroeger. Dus, ja. tot, dus toen organiseerde ik feestjes Club Love en Club Naked. Die waren ook vrij naakt. Ja, nou ja um, dus die, uh, En het ging eigenlijk ja. ook over liefde delen. Maar ja. dat was dan onder invloed van ecstasy. En nu is het eigenlijk natural high. Ja. Dus, um, en soms loop ik ook tegen muren aan. En vooral de muren van de structuur van de samenleving. Zelfs nu met de anderhalf meter samenleving. Ik ja. geloof er gewoon niet in. Ik geloof nee. niet dat het gezond is. Ik geloof nee, dat het gezond ja. voor ons is om, om, uh, om, om onze immuniteit te trainen. Juist ja. door. door door meer verbinding en door te zijn samen. En ik ben ook heel erg voor om echt de, de, de mensen die echt heel kwetsbaar zijn te, te, te beschermen. Maar ik hoor dat in Ibiza moeten de kinderen naar school met een mondkapje ja, op. Okay. Kinderen van 5, 6 jaar. Dan denk ik van wauw, wat neemt dat? Wat, 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 wat maakt dat voor mensen? Ja, ja ik geloof echt in, in samenkomen vanuit ja, nou ja, dat vanuit is... voelen, samen ja. zingen. Ja. Ook op een gegeven moment mochten we niet meer samen zingen. Nee. Mochten we niet meer chanten. Weet ik, ik chant altijd met de goede vrienden mantras in het park. Nou, dat is helemaal halleluja. Daar word, yeah. word ik helemaal vrolijk van. En op een gegeven moment mochten we niet meer zingen. dacht ik echt van, ja rot even op. Ik mag gewoon zingen. <laughs> ja, en als het niet mag, komen ze me maar beboeten hoor. Ja, daar echt... werd je heel ja. lekker anders van. Ja. Maar ja, ik loop ook. Ik geef ook les op uh, de nieuwe yogaschool. En yeah. daar, daar worden de regels natuurlijk streng aangehouden. En ik wil wel de school waarderen. Precies. Dus, ik, uh, dus als zij zeggen van dit... Uh, en zij zijn bang dat ze gesloten worden. Ze zijn drieënhalve maand dicht geweest. Ja. Dus ik leef ook in een samenleving dat ik probeer te... Je moet er bijna wel in. Ja. De, ja, ja. Dus in dat opzicht loop ik continu tegen muren van vrijheid aan. Ja. Ja. Want ik Ach, weet, uh, ja. en misschien dat als deze podcast online komt is het al voorbij. Maar jullie doen dat vaker. Ik weet dat er een tantra weekend mm. aankomt. Ja. Is dat dan iets? Uh, ja, misschien moet ik het niet benoemen, maar ja, omdat jij, de, ik bedoel, uh, is dat volgens alle coronaregels? Nou ja, het maakt ook verder niet uit. Nee, dat kan dus niet. Hè? Nee, tuurlijk niet. Nee, nee, nee maar, we, maar Het gaat gewoon ja. door. En uh, nou ja, goed, ik zal zorgen ja, dat deze wat later. Ja, worden. ik bedoel, ik heb hier in de tent heb ik ook gewoon. Uh, en als mensen het niet fijn vinden, dan kunnen ze uitstappen. Iedereen heeft zijn. Eigen dus mee, dat, mee. dat is wel fijn. En ik spreek ook met iedereen voordat ze naar het retreat toekomen. Ja, ja, ja. Dus dat het wel duidelijk is. Dus ja, ja, ja. Ja. Het is gewoon mooi. Ja. Ja. En hier, ja, iedereen is toch een soeverein persoon, ook hier. Ja, ja. Uh. Uh, ja dat is de, uh. voor mij de laatste vraag, maar we kunnen hmm. uh, ook nog vragen van mensen hier beantwoorden. Hmm. Maar hoe kijk je aan tegen de dood? Ja, dat is, uh, ik, ik dacht eraan omdat je dat gisteren ook ja, aan het eind Ja, Het is gewoon een classic laatste ja. vraag. En, het, en omdat ja. het ook gewoon natuurlijk heel erg met spiritualiteit en zo te maken ja. heeft en hoe je in het leven staat. Ja, dus, ik weet zeker dat de dood het einde van het leven is zoals het hier is. He, dat, dat het einde van het aardse leven. Um, en ik voelde al toen ik uh, de laatste keer weer met het vaste... dat ik dacht van, oh ja, het wordt steeds meer spirit. Mm -hmm. Dus ik... Um, ja, ik kan me ook wel voorstellen dat we echt meer naar die spirit world gaan. Dat we echt een soort samen licht worden of zo. Maar ik weet het niet. Nee. Dus het is ook weer een wonder. Ja. En ik laat me heel graag ook weer verwonderen... En het enige wat ik denk, wat ik kan doen nu in dit moment, is zorgen dat ik heel dicht bij mijn eigen kwetsbaarheid en gevoel blijf en bij mijn hart blijf. En dat ik zoveel mogelijk op die manier ah, wil leren en wil begrijpen en wil, wil goed doen voor mezelf en voor de aarde en voor de mensen om me heen. En eigenlijk alles als heilig behandelen. Mijn eten, mijn, 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 mijn drinken, mijn leven en ook de manier waarop ik eet. Ik bedoel, als je naar de bio-industrie kijkt in Amerika, waar de, waar de dieren ja, zitten. Ja, dat kan nee, gewoon nee, niet. Nee, nee, nee. Ik bedoel, als je, als je vlees eet, gaat dan zelf doden. Ja. Maar niet, die industrie is afschuwelijk. Ja. He, het eten van dieren is misschien anders, maar de, een mooie die hoor. industrie alles kan heilig, gewoon niet. Alles, ik bedoel, je, je, je opa die dominee was, die zou trots op je, je Ja, Maar het is een andere soort heiligheid, maar in de puurheid snap ik precies wat je bedoelt. Ah, mooi zeg. Hmm. Ja, ik wist het al wel. En, en, en nou ja, ik, het is alleen maar weer bevestigd. Echt een hmm. mooi mens, Afke. En dankbaarheid in de ochtend. En wat ook veel, vaak uh, fijn helpt, is vergeving in de avond. Dat je ah, ja. even je vergeeft. En dan niet vooral de anderen, maar vooral jezelf. Jezelf. Hè? Of wat je niet gedaan of juist wel gedaan hebt. Jezelf even vergeven. Hè, fijn. En mensen ook misschien om je heen. Even vergeven. Dan kan je met een opgeruimd gevoel lekker die nacht in. Ja, dat is... <laughs> Lekker. Oh. Mag ik een applaus voor Afkarijn gaan? Oh. Super leuk. Ja. En ik wil ook echt heel graag een applaus voor Giel. Ja, <laughs> ja. ja. dank je wel. Want ik, ik vond het best wel heel moeilijk hoor. En best wel heel spannend Kleine, om hier weet te weet zitten. Ik was het het begin, maar het was, ja. uh, dit, dit viel mij ja. wel. En ik was een stukje. Ja, Tijn zat hier gisteren en dacht: Oh, die vertelt zo mooi. Ik dacht van, Oh. Ik heb helemaal niks te vertellen. Nou, en dan, dat valt ja, op. dan zit Giel hier en dan gaat het heel makkelijk. Ja, dus dank top. je wel dat je me zo op mijn gemak stelde. En dat, ja, dat ik zo kon stromen. Ja, ja dat is het. Mm. Als er mensen zijn die vragen hebben, uh, ja, het liefst loop je even naar de mic, want dan uh, kan ik het ook opnemen. Mm. Maar misschien kan ik me ook voorstellen dat je gewoon lekker op je bank zit. Ja, kom maar hoor, met een leuke vraag. Sjoerd, vind jij ja. dat alles besproken is? Ja. Uh, oh ja, uh. ja de vraag

daar komt hij. de, dus, de Multi-Orgastische uh, de Man. De microfoon. Shirt, <laughs> ja. Kom ja, dus ik. Uh... Nee, dat Ja. Top. ja. ja. Uh, ze vraagt: als mannen niet klaarkomen, krijgen ze op een gegeven moment uh, blauwe ballen. Dat is echt, dat is, ja, vertel jij maar, Short. Mm, Super mooi, ja. dankjewel voor je vraag. Ja. mooi dat je hem stelt. En ik vind het inderdaad echt een prachtig onderwerp om mee bezig te zijn. <laughs> Omdat daar voor mij ook zo'n. Daar begon het voor mij echt. Ik mm. kon het boek tegen van de multiorgastische Man. En ik las dat en ik dacht zoiets van: wauw, dat, dat dit bestaat. En waarom lees ik dit op mijn. 32e en, en niet op mijn 16e, toen ik ook gewoon een hele ja door het leven stuiterde, soms echt geleid door mijn seksualiteit. Tuurlijk, ja. Um, uiteindelijk is het gewoon energie die in je lijf zit, zeg maar. En als je dus, hè, zoals wij nu seks hebben, zeg maar, als je heel veel beweegt en seksuele energie, dan concentreert dat zich heel erg in je bekkengebied en uh, in je geslacht. En, en wat, voor wat wij nu weten, is dus de enige manier om eraf te komen, is te ejaculeren als man. Dus hè, het orgasme zoals we het kennen: klaarkomen, ejaculeren, alles in één, eruit, energie weg, moe, slapen, niet eens meer naar je vriendin willen liggen eigenlijk. Want er worden gewoon stofjes aangemaakt dat je weg wil bewegen en dat je je terug wil trekken. En het mooie is dat je die energie dus in beweging kan krijgen. Dus je kan die energie gewoon door je lichaam circuleren: langs je ruggengraat omhoog, door je hoofd, tong tegen je gehemelte weer naar beneden vergt veel tijd en oefening um, en het is iets verfijnder dan hoe ik het nu uitleg, maar je kunt die energie dus gaan circuleren door je lijf. En dan blauwe ballen zijn uiteindelijk gewoon uh, ja, vastzittende energie zeg maar, die niet meer in beweging is. En door dus die energie in beweging te brengen, uh, hoef je daar helemaal geen last van te hebben. Ik, uh, ik ejaculeer nauwelijks. Ja. <laughs> We hebben wel regelmatig uh, vrijpartijtjes uh, of ik Vrij partij is met mezelf vrij regelmatig. En nauwelijks is, is een paar keer per jaar? Uh, nou, zeg één keer per maand, één keer per ja, twee ja, maanden. Ja, ja. ja. Wauw. En, um, ja. en ik heb nooit blauwballen. Nou, moet ik nee. wel zeggen, want ik spreek me hier heel veel over met mannen, dat sommige mannen hebben dat uh, makkelijker of sneller um, ja. Maar veel bewegen. En soms helpt het ook gewoon om dat bekkengebied echt veel te bewegen. Want. Ja, sorry, maar we vrijen ook gewoon best wel stijfjes op een gegeven moment. En zoek maar eens echt die losheid in je heupen, ja. want ook dat is beweging van de energie, ja. zeg maar. Door gewoon heel vrij met je heupen te bewegen. Om het gewoon in gang te krijgen. Ja. En, en heel ja. veel ademen, afgezegd al. Ja. Maar ook als je vrijt, gewoon diep en veel ademen. En dat is gewoon raar, want ja, ik weet niet, maar precies wat afgezegd, weet je, we zijn opgevoed door, door porno. En, ja. en dat staat zo ver vandaan bij hoe het echt is en ja. wat er echt is. Um, dus laat het er maar gek uitzien. Vrije heet vrije, omdat het vrij is. Mm. Omdat je helemaal vrij mag zijn. Mm. Nou. En als je je echt ja. vrij voelt mm. en heel diep en veel durft te ademen, dan door adem gaat die energie bewegen. En door je aandacht mm. kun je er richting aan geven. Mm. Ja. Ja. Oké okay, Sjoerd, ik denk dat ik ja. jou ook een keer uh, voor een gesprek uh, ga vragen. Ja, superleuk. <laughs> <laughs> ja. Ja. <laughs> Top. Dankjewel. echt super dank. Mm. Ja, thanks. Mm. Allemaal bedankt. Fijne avond. Mm. Dankjewel. Jij bedankt. Ja, en ik hoop dat jij het ook leuk vond natuurlijk. Ah, Afrika, heerlijk dat zo. Ja, echt. Uh, als jij het ook leuk vond, en dat denk ik wel, want anders ben je niet zo ver gekomen. Uh, laat het dan vooral eventjes weten. Dat kan door een mailtje naar mij te sturen, giel.koekeroo.nl. Maar leuker weten nog is als je het gewoon even deelt met vrienden en familie en op social media bijvoorbeeld via Instagram of Facebook. Tag me vooral Giel's G-I-E-L-S. En als je iTunes luistert, sterretjes, recensietje. Nou ja, het wordt gewaardeerd. Kijk maar. Maar het zou gewoon mooi zijn. Ik merk dat de, de club van koekeroekies steeds groter wordt. En dat is voor een bewuste leven gewoon, nou, best wel tof toch? En dit zeg ik met gepaste trots. Je kan natuurlijk ook naar de website. Koekeroe, oftewel qqru.nl. Daar vind je bijvoorbeeld ook alle boeken van de gasten, ook vanafke. www.koekeroe.nl slash boek is dat. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende. Zonnegroot. Hoi!